Over 2 weken is het oud en nieuw vuurwerktijd. Dus we wensen u daarbij natuurlijk heel veel plezier, maar willen u ook waarschuwen ter lering en ten behoud van uw ledematen. We hebben in Nederland een aantal regels over het afsteken van vuurwerk. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op 31 december tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts. Maar er zijn ook een aantal vuurwerkvrije zones waar niets mag worden afgestoken. Ondanks de afspraken gaat het wel eens mis. Het gaat vaak mis met legaal vuurwerk, maar ook zeker ook met illegaal vuurwerk. Dan moet je denken aan zelfgefabriceerd vuurwerk, maar ook gewoon veel te zwaar. En daar gebeuren ongelukken mee, ja, dat wil je gewoon niet zien. Dat is echt verschrikkelijk soms. Dit is een in beslag genomen partij illegaal vuurwerk. Het lag onder het bed bij de verdachte. Een gevaarlijke situatie. Het illegale vuurwerk wordt elk jaar krachtiger. Mensen nemen vaak onverantwoorde risico's. Ze kennen de gevaren en de kracht van het vuurwerk niet. Ik denk dat mensen vaak niet beseffen wat ze in huis halen met illegaal vuurwerk. De gevolgen, als het misgaat, zijn echt enorm. Dat kan bij het transport zijn, maar dat kan ook bij de opslag in huis zijn. Het kan echt voor enorme schade zorgen. En dan is het materiële schade misschien nog daaraan toe. Tenzij het misschien bij een buurman is, die zal er echt minder blij mee zijn. Maar ook de lichamelijke schade en de verwondingen, die zijn natuurlijk verschrikkelijk. Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt afgelopen dinsdag. In Spijkenisse wordt een straat afgezet omdat op de Akkersvoorde illegaal vuurwerk is aangetroffen. De explosieve opruimingsdienst moet eraan te pas komen om het op te ruimen. Als je denkt dat er ergens illegaal vuurwerk ligt opgeslagen of dat het getransporteerd wordt, meld het vooral bij de politie, want je voorkomt daar waarschijnlijk heel veel schade mee. Bel met 0900 8844, maar dat kan natuurlijk ook altijd via meldmisdaad anoniem 0800 7000. Als u uw vuurwerk koopt bij een vuurwerkwinkel met vergunning, dan weet u zeker dat u goed zit. Zoals gezegd, er is een aantal vuurwerkvrije zones. Als u wilt weten welke, kijk dan op de site van uw gemeente. Legaal vuurwerk wordt ook vaak buiten de tijden afgestoken. Dus buiten oudejaarsavond 6 uur tot 's nachts 2 uur. Ja, en als je dat doet en wij komen erachter en we snappen je, ja, dan kun je er rekening mee houden dat je op nieuwjaarsdag loopt te vegen ergens in de stad.